Wij vinden de barre het lekkerst met aardappeltje. Kijk hoeveel chutney Tristan erop gesmeerd heeft. Neem een hap eruit. Alsjeblieft. Alles valt. Ja, nou, je hebt te veel chutney erop gesmeerd. Je mag wel vertellen wat je ervan vindt, hè? Oh, is lekker. Lekker. Like, abonneer en laat een reactie achter wat je leuk vindt en delen. Barra vinden we lekker met aardappelchutney. Natuurlijk kun je ook nog andere chutneys gebruiken bij de barra. Maar ik ga speciaal voor mijn barra aardappelchutney maken. En om aardappelchutney te maken heb ik nodig aardappelen, kruimige aardappelen, die heb ik al aan de kook gebracht. Verder heb ik nodig azijn, een rode peper en knoflook. En natuurlijk kan je zelf bepalen hoe pittig je het wil hebben. De aardappelen zijn helemaal gaar. Die ga ik helemaal fijn prakken. Als je dat geprakt hebt, dan merk je dat het een beetje droog is. Daarom heb ik het water waarin de aardappelen gekookt zijn nog niet weggegooid. Dan kan ik dat steeds bij beetjes toevoegen. Dit is nu te droog. Dus ik doe het vocht erbij. Niet al te papperig maken. Ik doe er nog een beetje water bij. Wat ik vergat te zeggen is dat er natuurlijk zout bij moet. Die doe ik erbij. Peper gaat erbij. Ik doe er wat azijn bij. En dit is de aardappelchutney. Heel erg lekker. Obara. Probeer het een keer. En dan zeggen we tot de volgende keer. Doeg!